zijn hier bij JG Motors en we zijn importeur van Polaris, Victory en Indian. En dat zijn we nu een kleine 10 jaar. Uiteraard voor Indian nog niet, want Indian is pas weer terug 2 jaar op de markt, of 1 jaar eigenlijk. En mijn broer en ik hebben dit bedrijf overgenomen van onze vader. En eigenlijk is motorrijden is de rode draad die door ons leven heen loopt vanaf kleins af aan al. Ik ben geboren in 1967, eigenlijk bijna op de crossbaan. En dat is altijd ons leven blijven volgen. Nou, dat is voortgekomen eigenlijk uit het ontstaan van ons bedrijf. We zaten in de land- en tuinbouwmachines. En we wilden iets meer motorgerelateerd. Dus dachten wij van ATV's zou een mooie aansluiting kunnen zijn in de land- en tuinbouwbranche en in de tuin- en parkbranche. Toen zijn we gaan zoeken naar een mooi, betrouwbaar merk. 20 jaar geleden waren de Chinezen nog niet echt heel erg in opkomst, maar er was al wel het een en ander te krijgen. Maar omdat wij ook andere producten hadden die kwalitatief op een vrij hoog niveau stonden, wilden we dat uiteraard voortzetten met nieuwe producten. We zijn bij Polaris uitgekomen en die had op dat moment geen importeur in de Benelux of in Nederland. En zo zijn we bij Polaris terechtgekomen. Ja, Polaris is het moederbedrijf van Victory in Indian en zo is het balletje gaan rollen. Om de producten Victory in Indian aan de man te brengen moet je natuurlijk ook zorgen dat je op de plekken bent waar de consument komt. En zeker voor Victory, omdat dat een relatief jong merk is en minder bekend dan Indian. Indian heeft natuurlijk een historie vanaf 1901 en Victory heeft dat pas 15 jaar of 16 jaar. Dus we moeten op die evenementen zijn en dat zijn onder andere de motorbeurs in Utrecht, maar ook de Auto en Motorsalon in Brussel. Indian Motor Day Rally was toevallig een evenement waar we tegenaan liepen in België, wat al jaren georganiseerd wordt. Op het militaire vliegveld van Melsbroek. Dat heet toevallig zo en daar zijn wij ingestapt om onze Indians uiteraard te laten zien. Nou, bij Polaris ligt het iets anders. Daar gaan we uiteraard ook naar verschillende beurzen. Alleen heeft Polaris in 2008 een product geïntroduceerd. En dat was de toenmalige Razor, die is er nog steeds. Een sportbuggy, dat was gewoon niet bekend op de markt, werd niet gemaakt en Polaris ging dat maken. Nou, die mensen die dat kopen, die willen we ook een platform geven om te rijden. Dat ze niet alles zelf uit hoeven te zoeken. Dus organiseren wij een Polaris Benelux Razor Cup. 6 of 7 wedstrijden per jaar in België en in Nederland. En vorig jaar hebben we die afgesloten bij de Masters of Rally en bij de Dakar Pre-Prolog. Nou, de consument kan niet rechtstreeks bij ons kopen. Wij zijn importeur voor de Benelux. En we werken uiteraard met geselecteerde dealerbedrijven in België en Nederland. En die dealers kunnen de consumenten vinden op onze website victorybenelux.com en indianmotorcyclebenelux.com.